valt het op een gegeven moment af. En ja, we zien nu ook dat er heel veel wantrouwen is van de samenleving. De vraag is ook altijd, van wie is het wantrouwen? Hè? Want je hoort misschien ook vaak de schreeuwers die het uiteindelijk overheersen. Zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant. Maar toch is er denk ik wel een diepe vertrouwensbreuk ook in Nederland. Die is er zeker. En die doet mij ook wel pijn. Mm-hmm. Ook omdat je ziet dat heel veel mensen door het niet goed functioneren van die overheid in de knel zijn gekomen. En dat die vertrouwensbreuk dus voor een deel ook aan die overheid zelf te wijten is. En dan kunnen we natuurlijk naar de toeslagenaffaire kijken. Dan kunnen we naar de ellende in Groningen kijken. Dan zien we dat een overheid echt mensen in de knel heeft geduwd. En dat dat in mijn beleving misschien nog wel belangrijker factoren zijn voor die vertrouwensbreuk dan de maatregelen voor corona. En dat zien we nu natuurlijk ook in de vluchtelingencrisis. Ja. En op andere onderdelen. De overheid levert onvoldoende, presteert onvoldoende. Maar kan de overheid het allemaal? Want ik moet ook elke keer weer aan Herman Cenk Willink denken, die hier ook vaker bij mij te gast is geweest. En die zegt, in een crisis moet je altijd nadenken, waar komt die crisis vandaan? En moeten we ons misschien wel de vraag stellen, kan de overheid het nog allemaal wel aan? Nou, ik denk dat Herman Cenk Willink is heel wijs. En ook in dit opzicht. En het is natuurlijk ook een beetje bizar dat wij in tijden, naar de inflatiecijfers over september kwamen net weer voorbij, denken dat er in Den Haag één grote flappentap staat die alle ongemak waar mensen thuis mee geconfronteerd worden kunnen compenseren. Dat is natuurlijk, we verwachten soms ook dingen van de overheid die niet reëel, die niet realistisch zijn. Dat laat onverlet dat die overheid op die onderdelen waar ze wel van is goed moet presteren. Ja. Beter moet presteren dan op in het verleden op bepaalde onderwerpen is gebeurd. Maar dat we ook van inwoners, ook van mensen in dit land mogen blijven vragen dat zij ook zelf een bijdrage leveren aan het oplossen van het ongemak. Het kan niet zo zijn dat de overheid het doekje voor het bloeden, het duizend dingen doekje is voor al het ongemak waarmee de samenleving op dit moment wordt geconfronteerd. Dat er meneer Poetin in Rusland een belangrijk deel van de hogere energieprijzen in dit land op dit moment veroorzaakt. Daar kan de Nederlandse overheid echt helemaal niks aan doen. Maar waar de overheid wel wat aan kan doen, en dan komen we denk ik ook wel bij die permanente coronawet, waarvan je eerder al hebt gezegd, ja, het is natuurlijk te triest voor woorden dat er nu gewoon niets is. Dat helpt ook niet, denk ik, in communicatie naar een samenleving, dat het gewoon niet helder is. Nou, dan komt er op een gegeven moment een permanente coronawet, waar jullie eerder als burgemeesters echt flinke kritiek op hebben geuit. Want het was een beetje rammelig in elkaar gezet. Overigens erkent de minister dat ook. Die zei, ja, ik wou ook dat ik meer tijd had, maar dat komt weer omdat die tijdelijke wet door de Eerste Kamer zo snel is weggestemd. Als je dan nu naar die permanente coronawet kijkt, wat zijn dan nu nog de onderdelen waar jij je zorgen over maakt? Of zijn er nu wel de goede dingen gebeurd? Nou, de minister heeft geluisterd. Ja. Ondanks de korte tijd die hij had, heeft hij in ieder geval voor waar het, en daar hebben wij natuurlijk als burgemeesters ook een punt van gemaakt, dat het onhelder was wie nou wanneer waarvoor verantwoordelijk was. Mm-hmm. En dat is een stuk duidelijker geworden in die nieuwe wet. Dus op dat punt is onze kritiek echt gehoord en vertaald in een betere wet, zoals die nu wordt voorgelegd. Want even zoals het was het eigenlijk zo dat de veiligheidsregio's en de ministers het land bestuurden. Ja, en daar wilden we nou juist vanaf. De burgemeesters willen natuurlijk zelf ook kunnen zeggen wat er in de gemeente gebeurt. Nou ja, en die voorzitters van die veiligheidsregio's, dat zijn er 25, dat zijn ook burgemeesters. Hè? Maar we wilden af van de situatie dat je de democratie, het democratisch functioneren, eigenlijk buitenspel zetten met al die noodverordeningen die voorzitters van die veiligheidsregio's op aanwijzing van de minister deden. Okay, dus de Tweede Kamer geregeld. Stond buitenspel, de gemeenteraden stonden buitenspel. Ja. Dat is opgelost. Okay, maar als we dan even kijken, de zaken die nog niet zijn opgelost en die eigenlijk een beetje boven de markt hangen, dan kom ik ook bij Jolanda Sap van het MIT. Die zegt, misschien moeten we toch die coronatoegangsbewijzen echt wel weer overwegen, want ondernemers willen dat ook als een soort last resort gebruiken. Dat is ook niet in die wet geregeld. De avondklok is niet geregeld. Heel veel dingen zitten er nog helemaal niet in. Nee, en ik hoop ook oprecht dat we al die nare maatregelen niet meer nodig hebben. Nee, maar de minister ziet zich natuurlijk ook geconfronteerd met een Tweede Kamer die in
overgrote meerderheid heeft gezegd van we willen die avondklok niet meer en we willen dat coronatoegangsbewijs niet meer. Dus de minister moet, wil die deze wet en in ieder geval de basismaatregelen die in deze wet zitten door de Tweede en de Eerste Kamer loodsen. In ieder geval een basispakket hebben waar een meerderheid voor is. Nou, ik hoop van harte dat de Tweede Kamer zich ook aanrekent wat mevrouw Sap heeft gezegd van neem in ieder geval deze wet zo snel mogelijk aan, zodat we een paar instrumenten in die instrumentendoos hebben zitten, waar iedereen het over eens is. Maar vind je dat coronatoegangsbewijs gewoon er wel gewoon weer moet zijn als een maatregel? Ik zou me heel goed voor kunnen stellen dat dat wel in de wet een plek heeft gekregen voor het geval dat, niet in de hoop dat we dat heel snel weer uit de kast moeten trekken, maar willen wij Nederland open houden, willen we die winkeliers, die horecaondernemers, die culturele instellingen kunnen blijven bezoeken in tijden waarin, en laten we hopen dat het niet zo ver komt, hè, die besmettingen weer heel hoog zijn en er allerlei maatregelen nodig zijn, dan zou je achter de hand en echt achter een stevige deur wel zo'n instrument moeten willen hebben, naar mijn stellige overtuiging. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, en dan wil ik ook even twee instanties aanhalen, en dat zijn niet de minste. De WHO die heeft gezegd, we zijn richting het einde van de pandemie. En we hebben het adviescollege toetsing regeldruk, en die zegt, het is nog onduidelijk welke aanpak, bestrijding en maatregelen hebben gewerkt om de pandemie de kop in te drukken. Als je dan die twee dingen bij elkaar pakt, hè, de WHO die zegt einde pandemie, en dat adviescollege zegt, joh, we weten helemaal niet of al die dingen hebben gewerkt, hè? En ook mondkapjes en de hele verhaal bij elkaar. Moeten we dan überhaupt wel zo'n wet nog optuigen? Ja, dat moeten we zeker. Want als we één ding hebben geleerd, is dat het onvoorspelbaar is. Mm-hmm. En dat we het met z'n allen gewoon simpelweg niet weten. En wat we in ieder geval nooit meer moeten willen, is dat we dan pas weer na gaan denken over wat we zouden kunnen doen. En ik vind zo'n adviescollege, met alle respect hoor, maar kom eens even buiten kijken. En we kunnen ongetwijfeld weer anderhalf jaar gaan studeren op de effectiviteit van alle maatregelen. Dan zijn we inmiddels twee winters verder. En voordat je het weet, hebben we dan weer allerlei draconische weer noodverordeningen en alles wat we moeten ook leren van de crisis, wordt iedere keer gezegd. Nou, we leren nu met die nieuwe wet door die democratische legitimatie beter te hebben. We weten welke maatregelen in ieder geval bijdragen aan het voorkomen van grotere ellende. Laten we dan niet nog eens een keer heel veel extra gaan zitten studeren en gaan evalueren. Moet allemaal gebeuren, maar ondertussen kan het buiten branden. En dan moeten we wel voorbereid zijn.